Ik hoop dat dit heel snel voorbij zal zijn. Ik ben not amused, maar goed. Stadsdeel Zuid gaat een deel van de AJ Ernststraat opnieuw inrichten. Dit heeft te maken met de nieuwbouw van de Amsterdam International Community School. Met de nieuwe inrichting wordt de verkeersveiligheid vergroot. Ik kom net thuis en ik merk dat ik gewoon niet naar huis kan. Ik moet omlopen met mijn koffers. Ik hoop dat dit heel snel voorbij zal zijn. Ik moet precies daar zijn waar de weg opgebroken is. Dus ik ga even goed kijken waar ik dit lastige apparaat kan laten om bij mijn moeder te komen. Ja, kijk, ik kom niet met de auto. Ik doe alles op de fiets. Dus voor mij is het niet zo erg voor de mensen die hier normaal parkeren of wat dan ook, hè, bij hun werk. Dat zal wel lastig zijn. Maar ja. De werkzaamheden bestaan om de weg te herprofileren. De fietspaden aan de zuidkant te maken, twee richtingen fietspad. En tegelijkertijd doen we werk met werk. Dus we gaan ook kabels en leidingen vernieuwen, waaronder de elektriciteit en water. Mijn kijkersvraag is van hoe gaan de kinderen hier veilig naar school? En hoe wordt de weg dan hier aangepast? Dat is een goede vraag. Tijdens de uitvoering gaan de kinderen vanaf de kiss-and-ride-plekken worden ze begeleid naar school en van school weer naar de kiss-and-ride-plekken. Wanneer de straat weer gereed is, dan hebben we een eenrichtingsverkeersstraat en we hebben dan twee richtingen fietspad aan de zuidkant, zodat de kinderen makkelijk bij school terechtkomen met een fiets. Nou, bedankt voor de informatie. Hoi. De AJ Ernststraat is afgesloten voor het verkeer. Dat heeft te maken dat we alleen maar bestemmingsverkeer door laten gaan. En bestemmingsverkeer bedoel ik het verkeer voor de bewoners, voor de leveranties richting de VU en de leveranties richting de school. Nou, het zal wel heel mooi worden. Ik hoop dat ze goed hun best doen. Maar ik hoop dat het ook weer snel over is. Maar dat is meestal met wegwerkzaamheden. Komen altijd ongepast. We hopen eind oktober dat de werkzaamheden gereed zijn. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.